De overheid zal alle rechten van de uitgifte van concessies behouden van de woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale volken. Maar dan wel met inspraak van de lokale bevolking. Dit zei minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer gisteren in de Nationale Assemblee bij de behandeling van de ontwerpwethoudende regels met betrekking tot collectieve rechten van de inheemse en tribale volken. In de nieuwe situatie zegt de minister dat Free Prior and Informed Consent, FPIC, vereist is bij wet bij de uitgifte van de rechten aan derden in deze gebieden. De FPIC draait om het verkrijgen van toestemming van inheemse volkeren voor alle activiteiten die op hun land worden ondernomen. Het is echter niet zo dat alle economische activiteiten direct na aanname van de wet stopgezet zullen worden in de gebieden. Integendeel, tijdens de overgangsperiode zal er dialoog gevoerd moeten worden op verschillende niveaus met de verschillende actoren. De bewindsvrouw legt verder uit dat de overheid heeft voorgesteld om de indicatieve kaarten, oftewel gebruikskaarten, die zijn vervaardigd door de inheemse en tribale volken, voor een periode van een jaar te hanteren. Binnen 6 maanden na de goedkeuring van dit raamwet zal de nodige demarcatiewetgeving in orde moeten zijn. Voor de rechtszekerheid voor een ieder is het van belang om na goedkeuring van deze wet een indicatie te hebben waar de voorlopige grenzen van de woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale volken lopen. Op de kaart moet de omvang en de begrenzing zichtbaar zijn voor een ieder. Indien men gekozen heeft om per dorp de woon- en leefgebieden te demarkeren, het zichtbaar moet zijn op de kaarten. De ontwerpwethoudende regels met betrekking tot collectieve rechten van de inheemse volken en tribale volken heeft als doel de garandering van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van de collectieve rechten van inheemse en Marons in Suriname.